En dan een jaar later liet ik hem zetten in bamboe. En dat deed wel pijn. In bamboe, ja. Op je voet? Ja, ik wilde original. Welkom bij Tattoos Onthuld. Ik ben hier in Amsterdam waar ik op bezoek ga bij Tycho Gernandt. Nou heeft Tycho niet onwijs wat tatoeages, maar hem kennende zit er vast een goed verhaal achter. Hallo. Hallo. Is it you? Hey. Gaat het goed? Zeker. Wat goed om je te zien, man. Hey, wat heb jij een lekker plekje hier. Dankjewel, welkom. Hoe lang woon je hier al? Best wel lang al, 12 jaartjes. Ja. Ja, in het centrum van Amsterdam, maar wel de rust of zo. Dat vind ik zo lekker. Ik ben al zo druk in mijn hoofd. Ik ben wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Waarom? Omdat de meeste mensen die we vragen voor dit programma met de Tattoo Memories, die hebben zitten helemaal vol met tatoeages. Ja, dat valt tegen. Ja, of valt mee. Hé, Tycho, want laten we even beginnen bij het begin. Want je ziet er natuurlijk wel uit als een rockster. Ja. En tatoeages, je zou denken dat heb je, dat zit je helemaal vol. Ja. Maar dat is nog niet helemaal het geval. Nee. Waarom? Omdat ik acteur ben. Ja. Ik was een jaar of 12, toen begon ik met zingen, 8 al. En ik wilde heel graag zanger worden. En eigenlijk een rocker. Ja. Ik had een eigen band, een coverband hadden we. En daar ging wat voor covers zong je? Ja, van alles. Ik deed heel erg Kane. Wat zeg je? Maar toen werd hij bekend. Anders, als ik rockstar was geworden, had ik sleeves gehad. Ja? Helemaal. Ja, ik vind het zo mooi. Ik vind tattoo zo ontzettend mooi. Maar wat is dan de reden? Want uiteindelijk kwam er dus een keuze in je leven, neem ik aan. Ja, die hand. Nee, je hebt de keuze moeten maken dus dan uiteindelijk tussen zingen en acteren. En toen ben ik toch, dat acteren ging heel erg goed, zingen ook. Maar het acteren merkte ik al dat je met tattoos niet zo ver komt, want dan heb je het mee één kleur. Dus als je helemaal onder de tattoo zit, voordat er een tattoo is weggeschminkt, ben je 3 uur bezig. Dan heb je het over zo'n tattoo. Dat je hem echt niet meer ziet als je bloot bent in een film. Ja. Toen dacht ik, ja, maar dat moet niet tegen gaan werken. Nee. Ik moet wel alles kunnen spelen wat ik wil. Toen dacht ik van oké, maar dan doe ik een klein op mijn arm, die is steeds groter geworden. En dan ga ik mijn voet gewoon volzetten. Dus ik ben mijn voet gaan volzetten. Ah, oké. Okay. En dit zijn hoeveel? Dit zijn in totaal 18 of 19, misschien wel 20 tattoos. Ik was met mijn eerste vriendinnetje, was ik 21, zei iedereen, je moet niet naar Thailand, want dan word je dood, dan kom je nooit leven vandaan. Toen was het nog echt nat, ga niet daar naartoe. En toen ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik was zo verliefd op dat land, die energie, dat boeddhisme, ik weet niet, ik voelde me daar zo thuis aan de andere kant van de wereld. En toen leerde ik bij de Big Buddha notabene, op Koh Samui, ik zeg het gewoon, op dat eiland, daar zit ik vaak ook, elk jaar. Ja. En naast de Big Buddha heb je 6 huisjes en daar wonen een boeddhist, een monnik, een priester. En die deed ook tattoos. En ik hield nogal van een jointje. Dus dan zat ik met hem daar, uitzicht op de Big Buddha, bergen, nou niet normaal. En zaten jointjes er ook en dan zei hij, wat vind je nou mooi om als tattoo te maken? En dan ging dat helemaal ontwerpen. En dan een jaar later liet ik hem zetten in bamboe. En dat deed wel pijn. In bamboe, op je voet? Ja, ik wilde original. Dat deed pijn, jongen. Ja, maar en dan snap ik ook wel dat je dus in fases hebt gezet. Ja, dat moet je in fases doen. Weet je, ik zweer het je, dit stukje. Hier ben je sowieso een uur mee bezig. Echt? Ja, zo'n lijntje ben je een uur mee bezig. Echt, gelukt. Ja. Ja, echt. En jij ook helemaal honden. Maar dat doet wel echt pijn. Wat is het verhaal hierachter? Wat zit er? Ik kan het met zorg moeilijk zien. Je gaat steeds mooi in je... Ja, sorry, maar dan kan ik hem niet. Nu kan ik hem zien. Ik kan hem zelf niet zien. Hier staat Tycho in het thuis, daar ben ik mee begonnen. Weet je zeker dat dat zo is? Nou? Ja. Ben je Thais? Kijk je nu naar dit programma en zie je ook mijn voet hier niet Tycho staan, dan... Maar testikel? Stuur dan alsjeblieft even een mailtje of een smsje. Maar dat was mijn naam en daar heeft hij een drakenhoofd uit laten ontstaan. Hier zie je een drakenhoofd. 2 ogen en hier zijn de manen en dit is een bek eigenlijk. Ja. Dit zie jij weer. Nee, ik zie het niet, maar ik geloof je. Ja. En dit zijn eigenlijk al, zoals ze dat vroeger deden, in geschrift. Ja. Verhalen en de dingen die je meemaakt. Dus dit is eigenlijk een soort van jouw levensverhaal? Ja, dit is eigenlijk mijn levensverhaal in Thais, oud Thais. Hier staat Tycho, mijn vader overleed. En hier staat papa, ik mis je. En dan hieronder eigenlijk een teken dat ik hem met mijn hele leven meeneem. Meedraag tot in het eind. En dit gaat over een positieve lading. Hier is Boeddha. Dit is het teken van Boeddha. En gaat je voet nog zich verder? Nou ja, ik vind het ook wel weer mooi, want zo zie je niks. Ja. Zo weer wel. Dus ik weet het niet. Als ik er weer ben,
Ik kan het nooit laten. De laatste keer heb ik ook weer bij laten zetten. Wat is je allereerste tatoeage? Mijn allereerste tatoeage heb ik hier neergezet op mijn schouder. En die was niet zo groot. Het was eigenlijk alleen dit. Dit is er later ondergezet, ook weer door dezelfde artist. Dus dit zijn de vier elementen. Daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Heeft hij ook helemaal in details gedaan. Dit betekent naam en dit is lo. Dat is water, aarde, wind en vuur. Dit zijn de vlammen en de planeet eigenlijk omheen. En jij vraagt je ook af, staat er dan wel naam of staat er dan wel lo? Maar dan, ik ben gelukkig ook wel dan dat ik het dorp in loop. Ja, dat ik het dorp in loop en zeg, check nou man, hoe vind je hem? Zeg, naam? Naam? Lo? Naam, echt hoi. Ze is helemaal blij. Dus dan weet ik dat het klopt. Je weet dat het klopt. Ja. En waarom die elementen dan erin? Omdat ik me daar zo één op één mezelf voelde en die energie daar zo goed was. Dat ik dacht, ja, ik wil die... Ja, ik weet niet waarom. We hebben heel lang gesproken met elkaar en toen zei hij, volgens mij moet ik... vier elementen op je arm zetten. Dus het is eigenlijk een soort samenbeslissing geworden. En toen heeft dat ontwerp gemaakt, heb ik meegenomen naar huis en een jaar later heb ik hem toen laten zetten. Ik wilde er naar kijken en je ziet hem ook niet hier. Ik zie hem zelf niet. Ik wilde wel zien of hij dan ook echt, als ik er naar keek, dacht oh, maar dat is wel mooi. Dus ik heb daar. Ik ben voor de spiegel en zo. Ja, nee, hou af en toe mee, wanneer doe je dat? En hoe oud was je toen je dit zette? Dat was mijn eerste, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. 22. Ik ken je natuurlijk ook als een impulsieve guy. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk het liefst weer een lichaam vol met tatoeages. Ja. Is het dan niet moeilijk om je in te houden? Nou, ik moet je zeggen, ik zit meteen weer in zo'n dronken bui inderdaad. Dat je ergens rondlandt en je denkt, hey, maar we doen het gewoon. Ja. We doen het gewoon. Ik kan echt met jaloezie kijken naar jouw arm, serieus. En dan denk ik nog, Dan, waarom, je kan hier nog bij. Ja, dat klopt. Je kan er gewoon bij, hè? Ja, dat gaat. En hier kan je nog bij, maar ik heb het... Hey, jongen, ik zou niet meer stoppen. Ik zou het zo mooi vinden, maar ik beperk me echt tot de rollen die... Ik speel vaak al die, maar dan heb ik al zoveel tattoos, dat is gewoon niet te doen. Ik ben echt jaloers, ik kan er echt naar maar kijken. Maar als je een nep-tatoeage, dat vind ik wel leuk. Dus als je een rol hebt en je hebt net tatoeage erop, dan laat je ze gewoon even opzitten. Die heb ik gehad. In mijn nek en zo, en dan loop ik helemaal en dan ben ik helemaal, ja, zo had het kunnen zijn. Zo had het kunnen zijn, maar het is echt een overweging voor me. Ik ben verliefd op tattoos. Ja. Ik vind het zo mooi. Maar ja, goed. Weet je, aan de andere kant zijn we nu heel blij. Want anders had je misschien niet zoveel rollen gehad. En dan hadden we niet zo voor je kunnen genieten. Ja, dat is waar. Dankjewel, Dan. Oké, nou, dat waren dus de tatoeages van Tigo. Hè? Maar dan vraag je natuurlijk af, zou hij een tatoeage hebben waar hij echt spijt van heeft? Nou, dan moet je vrijdagavond kijken naar Eerste Hulp bij Tattoo Disasters op Spike. Zal ik hem laten zien of niet? Ja, yes, check out. Oh, maar god. Hey, the devil itself. Vond je het leuk? Nou, schrijf dan even iets gezelligs op hieronder in de comments. En wil je meer zien? Dan abonneer je hier. En wij zijn natuurlijk elke vrijdagavond gewoon weer te zien in de nieuwe aflevering op Spike. Dat dus. Wil je al gaan meer? Kom op, meneer.